Goedemorgen allemaal. Het is vandaag 23 april 2016 en ik maak een nieuwe vlog. En ik begin maar met het laten zien van de rotzooi hier. Hey Indy, goedemorgen. Zelfs de hond is nog niet helemaal wakker. Overal ligt rotzooi. We zijn ook overal op allerlei fronten tegelijk bezig. Het is niet te geloven. Allerlei klussen. Gisteren heeft Steve het contract getekend voor zijn nieuwe huis. En goedemorgen, ik zie er ook niet helemaal lekker fit uit. Maar goed, ik heb 6 nachtdienst achter de rug en slecht geslapen. Mijn stem is ook een beetje weg. Een beetje buikgriep heb ik geloof ik ook nog. Het eerst. De lente wil niet helemaal komen. Het is een beetje triest buiten. Maar geloof ik niet koud. Even kijken hoe warm het is. Nou, voor onze begrip, ik weet niet of jullie het zien. 6 graden is niet slecht. Voor Nederlandse begrip is het helemaal niet fijn. En ik ben nog wel heel erg Nederlands, moet ik zeggen. Mijn plan vandaag is de kas in. Om de uitgekomen plantjes te planten. Want anders gaat het mis, gaan de wortels in elkaar zitten. En dan ga ik in de camper schilderen. En dan ga ik kussens naaien. Nou ja, het is vandaag zaterdag. Ik hoop dat dat gaat lukken. De jongens zijn het bos in. Die gaan bomen zagen en slepen. Nieuwe stapel maken, zodat Stiek met zijn tractor die de tuin in kan krijgen. Want daar, even kijken of ik het kan laten zien. Ik zal even kijken of ik in kan zoomen ook. Daar ligt een hele grote stapel achter. En die is Geer aan het wegzagen. En de jongens die zijn de bos in om dus te zagen. En daarna gaan ze Steve's nieuwe huis in. Missiehuis. En het oude keukentje wat er zit, zit in de weg. Het is echt heel jammer. Het is een keuken uit 1881. Maar het komt bij Steve op dijbeenhoogte, het werkblad. Dus het is totaal niet handig. En daar komt al het water en alle de riolering komt daar dadelijk binnen. Dus daar moeten de pomp komen en het expansievat en de wasmachine en een droger en ik weet niet allemaal. Dus de keuken moet eruit, dus daar gaan ze vandaag mee beginnen. En dan ga ik die kant denk ik ook op als ik er nog tijd voor heb. Dan ben ik ook nog in die oppas vandaag. Onze hond moet natuurlijk ook gewoon naar zijn zin hebben. We moeten het allemaal naar ons zin hebben. Daarom zijn we ook verhuisd naar Zweden. Maar op dit moment groeien de karweien ons boven ons hoofd. Het is echt heel veel tegelijk. Gelukkig hoef ik pas volgende zaterdag te werken. Ik heb nog wel een studiedag in de tussentijd. Gaan we brandjes blussen en de boel ontruimen en zo op mijn werk. Dus dat is leuk. Dat heb ik natuurlijk al 100.000 keer gedaan, maar dat maakt niet uit. Het is altijd leuk om dingen te steken. Heb ik mijn chef geschreven, dus ik kom wel. En we gaan wel zien hoe het loopt. In ieder geval neem ik jullie mee naar buiten. Ik ga eerst mijn jas aan. Dus dat is een mooi begin. Nou, gaan we. Hup, sorry, maak jullie dronken. Dat zijn de bonen. Die zijn echt toe aan planten. Oh, het is heel koud. Jij wil naar buiten, lieverd. Kom maar. Kom maar lekker naar buiten. Hopsa. For the English guests, and there are a lot of them I know, hello to my YouTube channel. My son signed the contract for the mission house and he became the owner of it. We have a lot to do there. Come, Indy! A whole lot to do. So the list of chores, nee. Kom hier. Kom. Deze kant gaan we op. List of chores just expanded with a lot. Indy, nee.
Kom. Kom hier. Naar binnen. Kom maar. Goed zo. And this is what I'm going to do right now. I'm going to plant beans and all other plants that has come up. After that I will go to the camper and paint there. And then I hope to sew the cushions. Nou, de jongens hebben aarde gegooid hier. Ik ga het even aanstampen, een beetje. Niet te veel, maar dat in ieder geval een beetje lucht eruit is. Er komt al iets vreemds op daar. Onkruid. Onkruid is altijd heel enthousiast hier bij ons. Brandnetels heb ik ook al altijd overal staan. Nou, ik zet die camera wel neer en dan kunnen jullie gewoon rustig kijken wat ik allemaal doe. Zo. Even laten zien wat ik heb gedaan. Vier planten hier. Vier bonenplanten daar. En daar de rest. Het kan helemaal omhoog groeien over de dakspanten heen. En hier ook. Hier kan het helemaal omhoog. En het kan helemaal overal. Dat doen we ook. We leiden het helemaal over de hele dakrand heen. En dan hebben we hier, als het goed is, het hele plafond vol bonen. Zo is het 2 jaar geleden in ieder geval gegaan, toen ik nog niet werkte. Deze hele kant, dat is eigenlijk de koudste kant. Het is eigenlijk dom, maar ja, we hebben hier nou eenmaal die rekken. We moesten kiezen. Hier hebben we meloen en komkommer en dat soort planten. Die hebben de avondzon in ieder geval, wel de langste licht. En die kant, daar hebben we nog niks aan gedaan. Dat wordt samen met die kant de tomatenkant. Hier heeft mijn man de aarde al in voorbereid. Dus hier ga ik tomatenplantjes uitzaaien. En dan in deze bak hier voor de rest kom ik zo terug met de ontsprongen radijsplantjes. Zodat ik het allemaal gewoon nog even bij elkaar kan houden. Normaal heb ik hier wat grotere planten in de kruiden. Die staan meestal hier. Maar dat is één grote aardbeienbak aan het worden. Dus dat vind ik eigenlijk ook wel leuk. Maar als ik nu alles water moet gaan geven, dan gaat ook overal het onkruid als een idioot groeien. Dus dat doe ik niet. Dus ik neem eerst gewoon deze middelbak. En dan kijken we wel waar ik nog meer tijd voor heb. Indy, ga er eens uit. Nee. Nee. Eruit. Nee. Kom. Goed zo. Dat is waar. Zo begrijp je wat ik wil. Gaan we de andere plantjes halen. Dus ik zie jullie zo weer terug. Nou, dan ben ik terug met de radijsplantjes. Die komen hier staan. Ik denk dat ik ze daar aan die kant zet. En daar is het iets warmer in de kas. Elke meter helpt.
Nou, de radijs staat er voor een groot gedeelte in. Die mafkees daar, die heeft een plekje gevonden in de zon. Dat is ook echt een warmteaanbidder. Our dog loves the sun. He is so different from our old shepherd that we... Nou, we gaan naar Steve's huis. Even de route laten zien. Het hele end. Jongens gaan de vloer openmaken om te kijken wat eronder zit. Dat is wel handig om te weten. Dus dadelijk de riolering het water naar binnen moeten. Oké. Komt, dat is Christer. Homeowner. Kijken hoeveel het is, hè? Ja, ik stop nu met gas geven, zet de auto uit. Zo. Motor is uit, hoef geen gas meer te geven. Ah, je hebt ook geen stuurkracht erin. Ah, jongens, ik krijg spierballen van. Sukkel heeft gewoon echt de motor uitgezet. Ja, meer benzine hoef ik niet te gebruiken. Dus het was alleen het hellinkje op. Nou heeft hij de motor uitgezet en dan rijdt hij hem gewoon naar zijn huis. Wat is dus daar? Je hoort dat ene bocht, je hoort heel erg hard en lang en sterk. Ja, doe dat maar gewoon voort dan met je eigen auto erin. Nou, dat is dat onze auto. Hier is het. Oh, hallo. Zo, ik hoef nog niet eens te remmen. We zijn er. Kind dat je er bent. Oké. We're home. Honey. Dus dat ding het een beetje warm maakt. Nou, eens even kijken. Wat zo breekt in plaats van keihard. Is dat voor mezelf dan? Dat ligt er dus al heel lang in. Dat is super poroos. Wat was weer zo'n klus. Indy. Die put je neusje wel bovenop. Zit dat vastgelijmd, Stief? Nee toch? Ja. Ja, meen je dat nou? Dus het wordt net zo'n vloer. Het is poreus en het zit vastgelijnd. Oh, vreselijk. Kijk maar. Hallo. Kom heel hardbord op, dus... Maar dan kun je misschien beter met hardbord dan al eraf halen. Zit het onder het keukenblok door of zit het tegen het keukenblok aan? En dat is Spence. Aluminium. Je hebt een aluminium, je hebt roestpestalen en je hebt een blikken. Van alles wat. Zo. Nee, ik heb het niet uit.
Wat is dat water hier, jongens? Oh, ik denk dat het uit die zak komt. Ja. Oké, dan is het goed. Zit goed in elkaar. Erg stevig. Gelukkig hoef je niet al te veel weg te halen in dit huis. Nee. Het is eerder dat je de ruimtes moet gaan vullen. Ja. Zo, en hoe was het op de porta potty? Good old days. Moet je kijken joh, het is toch een veel mooiere vloer. Dat is een mooie vloer. Oh, scherp. Of niet dan? Ik wil even opschrijven, binnenbezem. Binnenbezem. Ik ga hem meteen opschrijven. Spullen die we nodig hebben voor het klussen. Zo. Een gedeelte van de keuken gesloopt. Er zit een barst in het raam. Uh-oh.
Maar je hebt in ieder geval brede deuren. Aan de deuren ligt het niet. Nee, aan de mankracht wel. Zo koud hier. Hij loopt hier thuis ook over de tafel. Ja? Maar allemaal bukken. Ja, hier kan nu je. Nu kan ik er nog steeds niet bij. Nee. Hey, kan er nog steeds bij. Hij heeft in ieder geval een huis op zijn eigen maat gekocht. Great. Ik dacht je het zou laten liggen. Blauw? Leef je uit. We hebben het in de hal al gedaan. Even die er voorbij kan schrikken. Dat trekt het hele hardbord mee. Ja. Dat komt ook. De spijkers zitten. Neem je de spijkers mee? Nee, die blijven zitten. Oh, dat kennen we. Dus dat verhaal gaan we. Oh my god. Zo. Deze kant op. Zo, heb je gelijk rugmassage, Geer? Wat een leuke vloer, hé. Heb je langkousvloer? Wat zei Hasse ook weer? Wij hebben dat huis gekregen omdat we respect voor het gebouw hebben. Nou, dat hebben we toch? Ja. Knappen we op. Ja, dat is zo. We halen in ieder geval de lelijke vloeren eruit. We zorgen hiervoor dat het zo netjes eruit gaat zien. Nou, man, pak een tang, ga je gang. Oh my god, oké. Okay. Voor mij wel weer, man. Je weet hoe het werkt. Mm-hmm. Kijk uit, dat is mooi. Het is afscheiding van de twee. Zit het allemaal tegen elkaar zetten? Nee. Blauwe vloer. En bloemgordijntjes. Ja. Je hebt ook al eens verstaan. Ja. Ja. Het is helemaal oude keuken dit. De echt oude keuken. Leuk. Zijn we een dag verder. En, yep,
Het heeft gesneeuwd vannacht. Er lag echt een onwijze laag. Die nu aan het wegsmelten is. Het is scherp koud. Net maar een paar graden boven nul. Het is lekkerder weer geweest. Good morning. Er wordt al hard gewerkt. Nou, dan gaan we hier maar weer aan door. Gisteren niet aan toegekomen, hè? Koud zeg hier. Ja, nou dan maar niet. Hij staat nou ook zo, hè, volgens mij. Ik loop naar boven, ja. Zo, ja. Nou, nu vervullen de kastjes zich. De sneeuw is weer weg, maar de lucht is zwanger, om maar zo te zeggen. Nou, ik ga weer schilderen in de wagen. De jongens zijn naar Steve's huis. Dus we hebben allemaal wat te doen. Zoals Hans en andere mensen van de verzameling. Als ze krijgen te horen van die kast hebben gemaakt van jullie oude keukenblad. Of van jullie oude keuken hebben de banken gebruikt voor in de keuken. Dat ze nog wel leuk vinden ook. Ik denk het ook, want het is allemaal handwerk. Dat is, ja precies. De zondag is allemaal weg. Kijk wat voor puinhoop jullie ervan gemaakt hebben. Terwijl ik de camper aan het schilderen was, hebben ze hier een werkbank gemaakt. Dat is wel slim. En een gat in de keuken. Ja. Naar beneden. Te zien. Dit zaagsel. Komt hier tussen de vloer vandaan. En dat is natuursteen. Dus het huis staat zo diep. Op gewoon op natuurstenen. En daarop doe ik het even dicht, anders valt die kleine erin. Zo moeten ze dus binnenkomen voor het water en de riolering. Nou is dit het oude keukentje. Ook wel te zien. Hier is de elektriciteit. De duct tape hier op de vloer geeft aan dat hier een muur wordt gebouwd. Hier komt een toilet te staan. Dit blijft, maar deze deuropening wordt dan hoger. Er staat ergens een streepje waar het nieuwe plafond gaat komen. En dan zie je hier duct tape. Het wordt een nieuwe muur. Die hele wc gaat weg. En dan loopt dat duct tape door. Zo, naar achteren. En dan wordt dit zijn douche. En dan is dit een halletje waar een kapstok komt, garderobe. Omdat dit zijn hoofdingang is. De voordeur.
Alle deuren kunnen mooi open. Dan komt hier een deur. Dus dan loopt hij zo de badkamer in en zo naar zijn douche. En zo naar zijn toilet. Waarom doen we dat? Omdat hier wasmachine, droger, boiler, van alles komt. Pomp, expansievat. Maar ook elektriciteit zit. Dus daar mag je dan geen echte natte ruimte van maken zoals met een douche. Nou, dit wordt zijn keuken. Hier in het midden komt een heel groot kookeiland. En wat hij van plan is om de zolder te gaan gebruiken. Dus aan deze muur komt een enorme open trap zo schuin naar boven. En hier, de oude keukenaanrecht wordt gebruikt als kast. En daar gaan ze planken van gebruiken. Zonde. Ah, dus het gelijntje op. Dat schroeide er wel af. Nee, dat schroeide er wel af. En die planken die gaat hij ook gebruiken voor zijn aanrecht. Voor zijn kookeiland. Dus het, nee, in die niet doen. Dus er wordt het materiaal hergebruikt. Zodat het in... Maar dat is dus heel erg opschuren uit zijn. Ja, dat maakt niet uit. Het is gewoon met de bandschuurmachine erop. Oh, de hond gaat prediken. Ga jij prediken. Nee, Indy. Dus dit oude aanrechtblad komt gewoon weer van pas. Dus voor de mensen die het erg vonden dat die keuken eruit ging. Ja, het is niet anders, maar er wordt in ieder geval nog gebruikt. En de deurtjes hebben we ontdekt zijn van hardboard, dus die zijn niet origineel. Zo erin kan bouwen, wordt van boven en onder tegelijk geschaafd en hij werkt hem zelf erdoor. Jezus. Zit zo goed in elkaar dat ze het niet uit elkaar krijgen. Gewoon één plank. My god. Mooi zeg. Oh, vakwerk. Dus daarom zijn ze zo zwaar. Ze hebben met die ronde kant deze kant. Oh, netjes. Wordt een mooie kast. Gaaf. Steve ontdekte net dat zijn laptop perfect past hier op die bijbelstandaard. It's the one and only Bible. Hey. Mijn Bijbel. Jouw Bijbel. Ja. Mac. En hier kun je zien hoe mijn huis eruit komt te zien. Ja, zo. Zeg maar, ik kan hier het uitzicht van waar we nu staan laten zien. Zo. Oh, we zijn buiten. We kunnen vanaf de andere kant bekijken. Kijken we naar onszelf. Ja, nu kijken we naar onszelf. En papa's uitzicht is nu zo ongeveer. Iets lager staat hij nog. Zo. Leuk, leuk. Laat je keuken zien. Kookeiland in de midden. Met een beetje geluk komt het er allemaal zo uit te zien over een paar jaar. Als ik genoeg geld heb gespaard. Dat is allemaal als. Ja. You have to have wishes. There he goes. To his own home. Which isn't a home yet, but it will be someday. Well, we gave the order to
drill for water and to begin build a storage system here. He'll be not independent, independent of any big organization, just for the electricity. But he wants solar panels on his roof, so that's one of those projects that will come. A lot of roof, a lot of sun. Wat ben je allemaal aan het doen? Wat ben je allemaal aan het doen, lieverd? Vind je het leuk? Vind je het leuk? Hij stond hier voor de deur, hij wilde doorlopen. Kijk, dan kan je deze sleutel, want dat is een liksleutel, die kan je gewoon behouden. Dus deze, die hier dan zit. Ja, deze behouden, we weten dus niet wie hier allemaal toegang tot deze sleutel heeft. Als je deze met zit, dan hier dan. Ja, oké. Het, de achterkant, backside. There was a dasher that wanted to make his home here. We heard of the previous owners and they prevented that by putting stones in it and all kinds of stuff. But well, we have to know that that's possible, that they want that. So we need to do something about it here. And that's on this side too, but there it was not big enough. It's a very old building, 1887. Nee, nee. Want het heeft weer gesneeuwd. Oh god. Sneeuw. Oh, no. This is really, really hard work. Stro, zaagsel, zet het allemaal erboven. Nou, het wc-dakje eruit. Oh. Het wc-dakje is er al uit, hallo. Ja, rechts van de constructie.
hondje nou met een gekke balletje? Waar is het dan? Waar is het dan? Crazy Indie.